Basisschool Koningshof bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd. Donderdag was een speciale dag met het programma in de Schouwburg van Van Rijn. Van Circus op School hebben we dus een heel programma gehad. Elke klas is met eigen juf gaan oefenen en er zijn hulpouders bij betrokken. Dus we hebben van alles voorbij zien komen, van dieren tot jongleurs tot acrobaten. Dus we hebben hier heel dag geoefend en op zo'n groot podium was het natuurlijk helemaal fantastisch. We zijn hier in de Schouwburg omdat het sowieso organisatorisch moeilijk was om dat binnen de school te doen. En wij vonden het ontzettend leuk om dit samen met zoveel mogelijk ouders, grootouders en wie maar wilde, ieder kind had 4 kaartjes, dit samen te vieren. Dus vandaag in de Schouwburg. Ja. Jullie hebben zelf ook een steentje bijgedragen. Ja, dat hoort erbij. Hè? Als je wat van de kinderen vraagt, dan wil je ook als team er staan voor de school. En dat staan we sowieso. Dus wij vonden dat wij ons ook eventjes moesten laten zien. Dus vandaar een prachtig lied, wat geschreven is door een vader. Dus echt helemaal super, speciaal op dit feest. Ja. Het was een flinke klus om de feestweek vorm te geven. De feestcommissie bij elkaar gezeten een aantal maanden geleden. En toen hebben we gewoon wat dingen opgesteld van wat zouden leuke ideeën kunnen zijn. Wat kunnen we allemaal doen? Waar hebben we keuze uit? Gaan we de hele week, de hele dagen iets doen? Toen zijn we tot stand gekomen, hebben we samen besloten van we doen elke dag iets. En op donderdag wordt één grote feestdag. Dus hebben de kinderen toch bijna elke dag iets. Ja. Oh wacht, daar is hij. Ik zie hem wel pas. En hij komt onder hun daverend applaus tevoorschijn. Wat voor school is Koningshof? Koningshof is een kleine katholieke school. We zijn wel groeiende. Met een fijn team, veel structuur en gezelligheid. En wij hopen dat kinderen daar zich op een fijne manier kunnen ontwikkelen en veel leren. Wat staat er verder op het programma? We hebben vanavond nog een receptie en voor genodigden. En morgen nog een percussieworkshop voor de kinderen. En dan sluiten we een fantastische week af. Dus helemaal top. Op naar de volgende 50. Op naar de volgende 50, zeker weten. Met veel activiteit.